Yo, de kijkers van DDG, welkom bij een nieuwe Droomdraft met mij, FC Roelie. Zoals je in de vorige aflevering had kunnen zien, zitten we nu in de finale, baby. Yeah, let's go. Finale, alle drie de wedstrijden gewonnen. Tot nu toe hebben we 7 van de 7 wedstrijden gewonnen. We kunnen het 8 van de 8 maken. Als we winnen, dan krijg je waarschijnlijk ook iets betere packs, hoop ik. Dit is het team. En heel veel mensen zeiden, je kan het nog aan bepaalde dingen verbeteren. Maar daar twijfel ik echt over. Inderdaad, ik kan Ronaldo gebruiken. Die heb ik nog geen één keer gebruikt tot nu toe. Die heb ik nog geen één keer ingewisseld. Dus dat kunnen we doen in de finale als het fout gaat. Maar voor de rest gaat het redelijk soepel. Dus waarom zou ik er veranderingen in brengen? Superleuk trouwens dat je deze video hebt aangeklikt. Een blauw duimpje zou echt super chill zijn. De vorige keer hebben we bijna 3000 likes gehaald. Super bedankt daarvoor. Leuk om te zien dat jullie de serie leuk vinden. Ik ga een potje zoeken. Ik ga een tegenstander zoeken. En dan gaan we gaan hopen dat we die finale vlammen. Tegenstander gevonden. Let's go. Liverpool badge. Liverpool tool. Oké. 83. Sturridge, Mane, Ibarbo, Dembele, David Silva, Ramirez, Azpilicueta, Piqué, Bravo, Koscielny en Niom op rechtsback. Dit is op zich een redelijk goed team. Dit is ook precies een soort van team die je zou verwachten in de finale. Omdat het gewoon bijna 100 teamgeest heeft, een aantal goede spelers. En als die tegenstander ook echt zelf heel goed is in FIFA, dan gaat het nog eens een hele lastige wedstrijd worden. Oh, Sturridge is erdoor. Lekker jongens. En alsnog een vrije trap weggeven, maar dat maakt niet uit. We hebben in ieder geval die aanval eruit gehaald. De angel uit de aanval. Zoals Yuri Mulder altijd heel mooi zegt. Ja, we zijn erdoor. Insigne, gebruik die versnelling van je. En schiet Lorenzo Insigne. Dat schot was super zacht. Maar alsnog ging je erin. Ons inform boy die Ronaldo op de bank houdt. Die scoort gewoon de 0-1. Dat is ook onze eerste kans van de wedstrijd. Dus vandaar dat je eigenlijk ook nog geen ander schot van mij hebt gezien. En ja, slecht werk van de keeper. Maar ik ga niet klagen, joh. We staan 0-1 voor. Op de paal. Kijk, dat bedoel ik. In één keer alle ruimte bij Messi. Messi. Gaan we naar binnen. En een finish. Van de lijn afgehaald. Dieptebal. Felipe Melo. Duikenbal. Oh. Damn it. Dat scheelde echt een paar centimeter. Ah, jongens. Het is rust. Voor mijn gevoel hadden we echt nog wel een doelpuntje extra erbij moeten prikken. Al was mijn tegenstander ook een paar keer dichtbij. We hebben 2 schoten op goal gehad. Het lijkt niet zo heel spannend als je de statistieken ziet. Maar het zit echt heel dicht op elkaar. Nee. Geen penalty weggeven terwijl ik nergens op druk. Oh, het is zo bullshit. Ik druk nergens op. Alsnog geven een penalty weg. Naar rechts en omhoog. Naar... Oh, waarom? Zo staan we 1-1 gelijke hoogte. Onterechte penalty. Maar goed, ik mag niet zeuren. Want wij hebben die vast ook wel eens ergens in deze serie gekregen. Of tegengekregen. Jammer alleen dat het zo dan weer gelijk moet worden. Penna. Dit is dan ook een penalty. Yes. Lekker, Messi. Je mag het ook zelf... Oh, Palacio claimt hem. Oké. Tuurlijk. En dan moet je opletten dat we dit ook nog eens gaan verliezen. Dit gaan we dan ook nog eens op het laatste moment gaan we dit verliezen. Ik weet het zeker. Ik weet het heel zeker. Plasio. Claudio Bravo, weer met een redding. Het zal dus niet anders zo zijn. Kom op joh, dit gaat echt gewoon goed komen. Ik voel het. Cristiano Ronaldo, welkom. Je mag je debuut maken in het team. Jackson Martinez heeft nog helemaal niks laten zien. We geven gewoon weer een penalty weg. Terwijl we niks doen. We doen helemaal niks. We hebben 2 penalties weggegeven van acties waarin ik niks deed. Ik drukte niet op een knopje. EA, je probeert gewoon in me... Man. Hoe kan dat nou? We hebben zoveel acties gehad. Fuck jou! Ik teken hem niet op, maar fuck jou EA. 2 penalties weggeven. Mijn beetje proberen te naaien. Rot op. Ik probeer gewoon hier lekker de eerste plek van de fut eraf te winnen. Heh, dat zal ze leren. Oké, nu is er dus verlenging. Zoals je kan zien en net kon horen, ben ik best wel gespannen. Omdat we gewoon 2 doelpunten uit penalties hebben gekregen. Terwijl ik niet eens bewust op tackelen drukte. Ik snap dat het penalties zijn, maar alsnog kunnen we nog wat spelers wisselen. Asamoah erin voor Sanchez. Dat is ook wel op zich een verdedigende speler die daar wel kan staan. Voor de rest moeten we het even uitproberen te houden. Oh jongens. Omdat zijn speler geblesseerd is, krijgen we nu veel ruimte. Steek hem door. Oh, Messi. Assist met zichzelf. Dit is echt veel te spannend. Elke keer gaat steeds dat laatste stapje gaat fout. Messi die er niet doorkomt met zijn dribbel. Palacio die hem niet goed meekrijgt. Ronaldo die niet tot een schot komt. Penalties. Penalties. Ik ben normaal goed in penalties. Maar het stoppen van deze, die zijn best lastig. Omhoog. Yes.
Kijk, mijn tegenstander die kiest nooit een kant. Dat doet hij gewoon niet. Lekker, precies. Gewoon blijven staan. Wat een pannenkoek. Rodrigo Palacio. Je hebt hem net gemist. Herstel het voor me. Herstel het voor me. Hij mist hem weer gewoon. Ik bleef... jongens. Wat een spanning en sensatie. Oké, nu gaat hij gewoon weer een kant op. Via de lat erin. Are you kidding me? Oké, ik moet deze scoren. Messi, alsjeblieft. Kom op. Het hangt hier vanaf. Felipe Melo, doe het voor me, jongen. Doe het voor me. Rechts omhoog. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. We hebben twee penalties tegengekregen. Eentje in de 85ste minuut. 88ste minuut scoren we. Verlenging wisten we helaas niet te scoren. En de penalty reeks. Yes, boys en girls. Kijk waarschijnlijk ook wel chickies naar mijn video's. We winnen voor de tweede keer achter elkaar verdraft. Ons team heeft niet heel goed gespeeld. Ik heb zelf niet heel goed gespeeld. Maar dat boeit allemaal niet. We hebben gewoon gewonnen. We krijgen die packs. En we kunnen ons FUT-draft, of ons droomdraft team kunnen we verbeteren. Vierde prijs, kom maar door. Yes! Rare players pack en een gold pack. Een rare players pack van 12 rare spelers. Oké, hier moet toch wel iets goeds in zitten. 12 rare spelers, dat zijn er heel veel. CAM. Wat? Kaka als beste. Kaka als beste. We hebben Kaka als beste. Hij is 81 geweest. Het I1. Ik win de FUT draft. Ik win 4 rondes. 300 FIFA points betaald. Jesus Navas is denk ik de duurste speler. Hoe duur is die? Die is 3000 coins. En de rest is gewoon geen kut waard. Hier krijgen we ook niks uit, maar dat is logisch. Dat is een gold pack. Oké. Ik heb hier zelf een keer een video over gemaakt. We hebben dus 300 FIFA points betaald. Of 15.000 coins. Kan maar net wel waar liggen. We krijgen een 50k pakket. 50k pakket, 12 rare spelers. Als het niet, misschien is het een 100k pack. Ik denk trouwens niet. Ik denk gewoon een 50k pack. En we krijgen er serieus. Ik denk dat als we alles verkopen, dat we dan misschien 12 of 13.000 coins krijgen. Dus zo ziet ons team er nu uit. We hebben het qua teamgeest echt flink kunnen verbeteren. Nog een paar spelers die ik graag zou willen vervangen voordat ik een poging kan gaan wagen om een Gold Cup of iets anders te gaan winnen. Juru, El Kadouri, zijn enige zonde echte teamgeest. En de rest, ja, die staan nog een paar spelers op verkeerde posities. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, want die doen het nog wel redelijk. Mensen, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik ga de volgende keer weer proberen Droomdraft te winnen. Hopen dat we dit keer gewoon wel iets krijgen van EA. Want dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. We worden gewoon hier gescamd door EA. Het is ongelooflijk. Mensen, bedankt voor het kijken. En likes awesome zijn. Mijn kanaal staat in de beschrijving. Ik heb een nieuwe serie bedacht. Het is een kruising tussen Pokémon en FIFA. Als je dat je leuk lijkt en je hebt het nog niet gecheckt, dan kan je dat dan gewoon via die beschrijving doen. Nogmaals, chill. Bedankt voor het kijken. Hey, trouwens, applausje voor jou als je het helemaal tot het eind hebt afgekeken. Knap van je. Leuk. Doen we vaker. Mensen, ik check jullie allemaal later. Ciao, gasten.